Hallo iedereen en welkom bij Project Peanuts. Met dit keer een soort andere opname dan normaal, want ik zit hier soort van met Arnoud. Hi. Hi. Op Skype. Nee, ik wil graag even mijn Atog Dual Deck deck taggen, zoals dat heet. Oftewel, gewoon even mijn deck beschrijven en zo. Want Arnoud deed natuurlijk mee met het Plants vs. Zombies project. Weet je het nog? Wat? Ja, natuurlijk weet ik dat, man. Nou goed, en we dachten... Hard verslagen. Ja, oké, dat hoef je niet elke keer te zeggen, maar... het was net aan trouwens. Maar wij dachten van, nou, we willen er nog een maken. En ik had gekozen al voor Atogs, want die zijn eigenlijk wel een uitdaging, vond ik. En toen de tijd wilde Arnoud Thrills nemen. Hoe kwam jij op het idee van Thrills, Arnoud? Goeie vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. In eerste instantie speelde ik met het idee van Goats, omdat Atogs een anagroom van Goats is. Dat klopt. Maar er zijn wel goats, maar de goats in de kleur rood zijn vrij matig allemaal. En de witte goats, die zijn er eigenlijk niet. Het zijn allemaal kaarten die goats maken. Dus dat werd hem niet, want dan was het meer gewoon Atogs versus wit. Dual deck materiaal, dus nou. Je helemaal voor alles moet spelen. Nou goed, ik weet ook niet meer precies hoe het kwam. Volgens mij gingen we gewoon brainstormen en alles opnoemen. En toen dachten we van, hey, dit is eigenlijk wel grappig. En het leuke is dat we het wel nog steeds in dezelfde vorm hebben gegoten als toen de tijd met Plants vs. Zombies. Dus in principe kun je ook gewoon een van die decks pakken en hier tegen vechten. En dan is het niet broken of helemaal unbalanced ofzo. En dat hopen we ook voor de Thrills. Alleen heeft Arnoud een beetje twijfelgevoelens bij zijn Thrills. Nou, maar goed. Ja, we zien wel. Ik moet het eerst nog even verder bij elkaar sprokkelen. Precies. Maar de lijst is wel op. Maar goed, mijn lijst is wel helemaal klaar. Het staat op Nedermagic en zo. Staat ook in de beschrijving hier beneden als je zelf even wil testen hoe het werkt. En dankjewel dat je er was, Arnoud. Ik heb je verder niet meer nodig. Okay. Hier is een quick look van het hele deck even neergelegd. Ik kan je wel alvast vertellen dat de focus ligt op de Naya kleuren, oftewel rood, wit en groen. En blauw komt daar ook nog een beetje bij kijken, maar zwart is het minst hier aanwezig. Dus daar kan je rekening mee houden als we straks de decks gaan bekijken. De eerste dingen die in me opkwamen waren de Atogs uit Odyssey, waaronder ook Atog. En dat zou dan ook mijn kaart zijn die voorop in de lijst zou staan, zeg maar, als je hem zou kopen. Atog, hier is die. Die doet dingen met het creature type. En niet zozeer met het artifact en enchantment thema, maar goed, deze kaart, ja, hij moet erin gaan. Nou ja, alle andere Atogs hebben een combinatie van twee abilities, sacrifice of discarden, of exilen zelfs. Nou, ik zal ze nog eens eventjes langs laten gaan. Ze hebben diverse combinaties van kleuren. En dat zijn eigenlijk de backbone van dit deck. En natuurlijk de Atog van vroeger, hier in zijn Mirrodin vorm. Sacrifice an Artifact. En de mega versie daarvan. Mega toch. Sacrifice an Artifact. Ook weer. En dan worden ze allebei groter. Dat geldt ook voor de witte Aura toch. Deze telt overigens niet als rare mee in de lijst. Want ik heb maximaal 6 rares aangehouden. Hij is ook uncommon in wat is het, Tempest of zo toch? Dat klopt. Hij is inderdaad uncommon. En, dus hij past er precies in. Omdat ik 5 kleuren speel is Manafix belangrijk. En nou komt het heel goed uit dat er heel veel enchantments, die ik dus kan sacrificen, meteen ook mijn Manafixen en of kaarten pakken. Nou hier hebben we een voorbeeld, bijvoorbeeld Nylea's Presence. Die maakt van het landje waar je hem opgooit elk basic land type. Dus dan heb je meteen alle kleuren tot je beschikking. Moldervaan Cloak is een leuke kaart die mijn Atogs boost en eventueel weer terug kan komen. Dus ik kan hem waarschijnlijk vaker sacrificen. Dat is wel fijn. Oh, ik vergat deze. Abundant Growth. Ook een aura die kaarten laat pakken. En net op een andere manier elke kleur kaarten geeft. Of elke kleur mana. We gaan door naar de Utility Enchantments. Om het zo maar te zeggen. Reality Asset is erg goed. Je kan hem op een permanent gooien. En als
de kaart weg zou gaan, de kaart zelf, moet het permanent wat, waar die onder ligt ook gesacrificed worden. Maar dat kan je dus heel leuk combineren met bijvoorbeeld Auratoch, om zo een permanent weg te halen. Want je enchant hem en je sacrificed hem meteen. En dan gaat hij ook meteen af. Nou, Hatching Plans spreekt een beetje voor zich. Als hij doodgaat, mag jij kaarten pakken. En hij is foil hier, dus ja, insane. Ordeal of Purphoros heeft meerdere functies. Je zou hem meteen kunnen sacrificen als je hem eenmaal hebt gecast. Maar je kan hem ook nog eventjes laten zitten op een Atoch. Waardoor hij permanent sterker wordt vanwege de Prismbers encounters. En anders kan je iets afschieten. Nou hebben we hier de foil Parallax Dementia, die insane is ten eerste. En heeft eigenlijk eenzelfde soort functie als de Reality Asset van eerder. Je kan hem op iets gooien en dan kan je hem meteen sacrificen, waardoor je een creature kapot maakt. Je zou hem eventueel op je eigen zooi kunnen gooien om ze sterker te laten worden. Maar ja, dat kost je sowieso wel, dat creature uiteindelijk. Oblivion Ring is een goede allrounder. Het leuke is dat je met de loophole kan werken en dat houdt in dat je deze kan spelen in respons op zijn eerste ability hem al meteen kan sacrificen, waardoor je zijn leave play, die hier staat, ability eerst triggert en dus eigenlijk niks terughaalt en daarna pas iets kan exilen, oftewel permanent. Slow motion. Deze kaart komt vaker terug. Het leuke aan deze kaart is dat hij terugkomt, dus je kan hem ook meerdere keren sacrificen aan je Atochs, want ja, dat heb je toch echt wel nodig. Dit is een van de hidden gems van het deck, vind ik. Bringer of the White Dawn. Ten eerste werkt hij met de 5-color madness in het deck. Omdat je hem dus kan casten voor, nou, zoals je ziet, één van elke kleur. Of je betaalt zijn volle kost van 9. Maar goed, deze is toch iets minder duur. Hij heeft trample en elke beurt mag jij een artifact terughalen naar het spel. Het werkt dus heel lekker met de Atoch vriendjes. Ik wou dat deze sinaasappel terug kon halen. Dat smaakt echt goed. Misschien was dit toch niet zo'n goed idee met de Skype. Anyway, we gaan door met de artifact themed kaarten. Ik heb hier heel goed over nagedacht. En ja, Solemn Simulacrum is toch een van de betere kaarten die goed is met het sacrificen, goed is met het mana fixen en eigenlijk gewoon te goed was om niet te spelen in een 5-color deck. Gronatoch Totem is een secret Atoch. Hij boost mijn blauwe resources en hij kan zelf een Atoch creature worden. Met de ability dat hij +3/+3 kan krijgen ten koste van jouw volgende beurt. Nou zie ik mezelf dat niet heel vaak doen. Maar ja, het zou maar net die 3 damage zijn die je nodig hebt. Het leuke aan deze kaart was ook dat ik deze wel kon spelen, omdat hij uncommon is en sacrificebaar. En terwijl het oorspronkelijke creature, Gronatoch, rare was. En ik wilde niet een rare slot verspillen aan ja, een kaart die eigenlijk niet zo heel erg goed is. Trio. Proteus Machine is ook een hele rare kaart. Die werkt met morph. Nou, op zich, dat was niet echt boeiend. Het was meer hetgene wat hij doet als je hem unmorph. Want dan kan je namelijk zijn creature type veranderen naar iets wat je wil. Nou ja, 3 keer raden welke. Maar het leuke is dat je ook al heb je daar geen baat bij, kan je hem alsnog sacrificen aan je Atochs. Of je kan ermee slaan natuurlijk. Terrarion is gewoon een hele lekkere kaart om te sacrificen. Of gewoon lekker te spelen voor je mana fix. En in combinatie met de Bringer kan je dus elke beurt toch alweer kaartjes blijven pakken. Heerlijke kaart. En voor 1 mana vond ik het een mooie toevoeging. Komen we aan bij Goblin Boomkek. Ja, een beetje gek dat ik deze erin had gedaan. Maar hij kwam spontaan in me op. Ik dacht van wauw, deze is eigenlijk best wel goed. Ook weer samen met de Bringer kan het heel erg uit de hand lopen. En daarbij, het is colorless removal. Je kan hem meteen sacrificen of je kan 1 beurt wachten. Dus hij doet altijd wel iets. Plus ja, kijk die art. Conjurer's Bauble is best een leuke kaart. Kan eventueel nog vervangen worden als ik iets beters vind. Maar ik shuffle best wel veel in mijn deck. Ook vanwege de volgende kaarten die ik je laat zien. De Microcent Wellspring en de Ichor Wellspring. Trouwens, Ichor Wellspring niet. Want die dwalt. Maar deze wel. En ik heb ook nog landjes die mijn deck laten schuffelen. Dus dan kan je misschien toch nog net dat kaartje terughalen waar je echt baat bij hebt. En het draalt weer een kaart. Perilous Mire is wel een Mire, geen Atoch. Maar je kan hem ook sacrificen. Dus het lijkt een beetje op de Goblin Boomkek. En ja, een beetje creatures in mijn deck is niet slecht. En dat smaakt natuurlijk naar Mire. Well, Jesus Christ.
Shut up. Dan komen we nu aan bij de allrounders, om het zo maar te zeggen. Die mijn Atox boosten of gewoon handig zijn in het deck. We beginnen bij Renounce. Een instant speed trucje. Je kan permanent sacrificen en voor elk permanent dat je sacrificed krijg je levens. Nou ja, heel veel dingen doen iets als je ze sacrificed of dood laat gaan. Dus deze leek me perfect. Voor 2 mana is het best een mooi deal. Fateless Looting. Heerlijke kaart. Zoek naar meer land als je dat nodig hebt bijvoorbeeld. Maar discard ook dingen voor Sarkatoch bijvoorbeeld. En Sarkatoch, want die halen dingen uit de graveyard weg. En hebben we bij de mana base ook nog een leuk trucje voor mijn mana. Maar daar kom ik zo meteen. Hoe spannend. Fate's Reward. Tja, met deze kaart kan je all in gaan. Sacrifice all je land, all je creatures. Hatse flats. Speel deze. No luck. Precies. Insta death gewoon. Eternal Witness leek me een leuke kaart om toe te voegen. In het dual deck zit vaak zo'n goede uncommon, waardoor je toch net misschien dat dual deck zou kunnen kopen. Nou, dat doe ik bij dit deck dan zeg maar in theorie ook met de Eternal Witness. En ja, af en toe moet je gewoon even een kaart terughalen uit je graveyard, want je sackt zoveel. Het kan wel eens misgaan. Dus met deze haal je net weer wat voordeel eruit. Tribal Flames vond ik ook een leuke kaart. Removal. Maar ja, ik speel 5 color, dus deze zal waarschijnlijk vaak voor 3, 4 of 5 damage schieten. En dat is wel mooi natuurlijk. Komen we hier aan bij de non-basics van mijn mana base. 2 keer Evolving Wilds voor het schudden en het opzoeken van het juiste land. Rupture Spire. Nou ja, hij kost wat, maar dan heb je ook wat. Je hebt wel 5 kleuren tot je beschikking als hij eenmaal ligt. En op turn 2 doe ik meestal niet zo heel veel naast Atox spelen. Of Auratox. En we hebben hier... Frontier Bivouac, als ik het goed uitspreek, geen idee. Groen en rood zijn de main colors. Blauw speel ik toch indirect best wel veel. Voornamelijk in de Atox en de Enchantments. Dus het leek me veilig om toch net eventjes 1 extra blauw tot mijn beschikking te hebben. Meridian's Core, nou, die fixt mijn mana heerlijk. Hier komen we bij het trucje wat ik net zei. Fateless Looting en Riftstone Portal betekent insane mana fix voor groen en wit. Nou, deze kaart kan ik ook eventueel nog sacrificen als hij ligt. Dus deze kaart is gewoon fantastisch. Tree of Tales. Eigenlijk alleen omdat het een artifact land is. Dus je kan hem sacrificen voor zijn land gedeelte of zijn artifact. Duckmoor Salvage. Dit is een van de 2 zwarte sources in mijn deck. Ik heb niet zoveel zwarte kaarten in mijn deck. Dus deze leek me wel leuk samen met een swamp. En natuurlijk de Meridian's Core en de Rupture Spire. Maar het leuke is dat als het nou misgaat of deze kaart gaat stuk op een of andere manier, kan ik hem gewoon weer lekker terughalen met zijn dredge en vul ik ook nog eens mijn graveyard voor Psychatoch. God's Eye, Gate to the Raikai. Nou ja, dit landje vond ik altijd al grappig en nu heeft hij ook daadwerkelijk een beetje nut. Het nadeel is dat hij colorless geeft, maar goed, als ik er maar eentje speel kan ik dat denk ik wel handelen. En mocht ik hem sacrificen krijg ik een 1-1 spirit. Beste Arnoud. Toen je deze decklijst zag, wat dacht je toen? In 3 woorden, maximaal. Dit is leuk. Nou, ik ga even in het deck schudden, want een starthand is altijd wel even leuk om te laten zien. En Arnoud fungeert nu eventjes als mijn virtuele tegenstander. Goed, mijn deck is geschud en we gaan dus even een hand pakken. Dat is natuurlijk altijd handig. Kijk. En de laatste kaart. Dat ziet er best oké uit zo. We keepen. Ik begon. Doen we gewoon. Was het een snoepkeep? Ja, snoepkeep gewoon. Ik begin natuurlijk met Evolving Wilds. En ik zoek daarmee een forest op. Zo. Je kan de tafel misschien nu even niet zien, maar het gaat even om de hand en wat ik pak. Ik untap mijn forest en draw deze. Nou, dan gaan we maar gewoon lekker verder met deze. Die leggen we in. En ik speel een Abundant Growth op mijn plains. Waardoor ik nog een kaart mag pakken en dat wordt deze. Nou goed, zoals jullie zien, je kan een eindje vooruit met deze kleuren en kaarten. Dus ja... Dit deck is gewoon geweldig. De eerste 4 draws waren deze. Ik zeg 4, ik pak er 3. Leuk dat je kijkt naar deze korte decktech van het
Atog deck. Ik vind dit deck een van de vetste decks die ik heb gemaakt in een lange tijd. Want normaal maak ik altijd Commander decks of zoiets. En ja, dit is toch wel even wat anders. Ik kan dat banen. Dit is wel echt een hele vette creatie van jou. Ja, leuk dat je er nog even bij was, Arnoud, via de virtuele wereld. Wat wij noemen Skype. Ik hoop dat we binnenkort nog meer dual decks kunnen maken misschien. Of tenminste, ik wel, want ik moet natuurlijk wel een tegenstander hebben naast Plants vs. Zombies. En ik hoop dat ik dan misschien ook nog weer wat games kan opnemen daarvan. Het is alleen de laatste tijd wel een beetje druk, dus ik hoop dat ik het een beetje bijtijds kan doen. Maar goed, de Atos gaan weer hun nestje in. En Arnoud... Die gaat zijn nestje in. Leuk dat je keek. Laat een like achter als je het leuk vond. En vertel ook of je nog tips hebt voor mijn Atog deck. Zijn er kaarten die ik mis? Of die ik niet heb gezien? Want ja, er zijn zoveel kaarten die ik kan kiezen. Ja, ik ben nog gewoon in beeld, hè? Ja, je bent gewoon nog in beeld, ja. Maar goed, laat het vooral eventjes weten. Check ook Nedermagic voor de random start handen als je zelf een keer wil kijken hoe het deck werkt. En dan zie ik jullie in de volgende video sowieso weer. En in onze dual deck clashes. So.